Here is war. Claudia Zwiers tegen Emanuela Pierantozzi in de categorie tot 66 kilogram, de categorie van Heidi Rakels. En een koka meteen voor Claudia Zwiers, de Nederlandse. Ja, ze zijn beide toppers, hè? Dus beide al Olympische en wereldmedailles gehaald. Zo is dat. Pierantozzi, Europees kampioen in 92, onder andere in finale tegen Heidi Rakels. En Claudia Zwiers, titelverdedigster, maar ze is die titel dus kwijt. Ja. Aanval van Pierantozzi. Dat zou ook een kokkie kokka mogen zijn, kokkie. De kokka is inderdaad gegeven. Eén scheidsrechter wuift hem weg. Maar het staat dus wel gelijk. Pierantozzi en Zwiers allebei met de kleinste score. Ze hebben een tegenstelde kumikette, zeer vervelend om een normale worp op toe te passen. Dus één iemand staat links voor en de ander staat rechts voor. Dat is een beetje tegendraaid. Zoals in het boksen, een links en een rechtse garde. Ja, ja, ja. Ook Gilla van de Kaveijen heeft het zeer moeilijk tegen mensen met een linkse kumikata. Zeker, iedereen bijna. Als je zelf extreem vecht en de andere ook, dan is het echt zeer moeilijk om een gaatje te vinden. Ja, u, moet je dat maar even voorstellen, dan sta je als het ware naast elkaar te vechten in plaats van voor elkaar. Ja, zo is het. Goed voorgesteld. Een bestraffing voor Pierantozzi, dus Zwiers op voorsprong met twee kokas. Ja, ja. Pierantozzi, 28. En al 6 medailles op een Europees kampioenschap. Claudia Zwiers, 23 en derde op de Olympische Spelen. En Pierantozzi, tweede op de Olympische Spelen van Barcelona. Dus zoals Filip zei, gerenommeerde top-judoka's. Eigenlijk ja, een kamp die we net zo goed in de finale hadden kunnen krijgen. Ja. Maar die toch een beetje gesloten blijft, zoals Filip ook al zei. Ja. Omwille van die tegengestelde kumikata. Tegengestelde kumikata en het praktisch hetzelfde niveau. Alhoewel dat de Nederlandse toch een betere indruk laat. En ze staat ook voor. Ja. Aanval van Claudia Zwiers, maar ze brengt Pierantozzi niet echt in evenwicht. Maar ze zet wel de gevaarlijkste, ja, zet wel de gevaarlijkste bewegingen aan, veilig. En ook al ziet het niet, dan is er weer al wat tijd gewonnen. Ja, en mocht het op een bestraffing aankomen, mocht bijvoorbeeld Pierantozzi op een beslissing aankomen, mocht bijvoorbeeld Pierantozzi nog een kokka scoren, dan staat Zwiers er toch wel het best voor. Ja, omdat ze constant actief is. Maar nu Pierantozzi gevaarlijk. En Zwiers redt zich met een aanval veilig. Om niet genomen te worden, pakt ze dus, valt ze dus zelf aan. Nog 1 minuut en 18 seconden. Claudia Zwiers die even zich blijkt bezeerd te hebben. Een kramp of misschien ergens een tik tegengekregen of even een gewricht een beetje. Denk een beetje de knie. Een beetje te ver gedraaid of te ver gestrekt. Waarschijnlijk. Toch een oude kwetsuur of zo. Maar het zijn stevige kerels, of meiden in dit geval. Ja, ja. Nu heeft, ja. Nu had Pierantozzi eventjes een goede kumikette vast. Was gevaarlijk. Het is een beetje zoals de kamp daarnet. Het is een gesloten kamp, maar ze zijn ook alle twee in staat om het af te maken. Ja. Dus we blijven een beetje zitten op het of in de richting van de punt van onze stoel. Nederlandse supporters zijn er niet zoveel, heb ik de indruk. Ja, het is zeer kalm. Er zijn minder Nederlandse supporters hier dan er vorig jaar Belgen in Den Haag waren. Want toen, ja, toen was het net een thuismatch voor de Belgen. Stamvol met Belgen. Nog 38 seconden. Zwiers begint een beetje te trekken. Ja, ik zou, mocht ik Zwiers zijn, toch ook zorgen dat ik niet bestraft ben. Want met beslissing, je weet het maar nooit, ja, natuurlijk. Nu vooral omdat Pierantozzi
toch ook wat aanvallender is gaan kampen op het laatst. Zwiers is nu altijd weer even, riskant. Zwiers nu weer even uit evenwicht. Op de knieën. En dus daar kun je ook voor bestraft worden, omdat je dan het gewicht ontwijkt veilig. Ja, nu gaat ze wat tijd winnen op de grond. Een beetje bezighouden. En dat is dus... In het voordeel van Zwiers toch wel, want nu had ze weer de dominerende houding en ook in het grondwerk. En de tijd gaat voort en ze wint. Ja. Nog 4 seconden, dit mag ze gewoon even rond de tatami lopen is het nu. Oh, oh. Claudia Zwiers. De tweede medaille voor de Nederlanders, tweede bronzen plak. Het applaus dat opstijgt is omdat Daan de Koolman ook de arena binnenkomt. Ik hoop dat hij blijft. Claudia Zwiers die nog even het publiek groet. Hier krijgen we. Hier krijgen we het nog eens te zien, de beweging die de kokken oplevert voor Zwiers. Ja. En nu weer.